Welkom bij Topnames. We hebben hier al een half uurtje voorpret. Want we zijn de archieven ingedoken op zoek naar oude opnames van internet, zou je kunnen zeggen. De begintijd van internet. In Nederland is het begin van publiek internet. Daar kan je een beetje over discussiëren. Sommige mensen zeggen dat was vorig jaar, want Access for All ging toen van start. Maar de digitale stad is deze week 20 jaar geleden opgericht. Marleen, jij bent dus ook noodgedwongen, zeg maar, weer helemaal terug in die tijd aan het gaan. Jij was een van de mensen die er toen bij was. Sterker nog, je heette de burgemeester althans in alle publicaties die ik tegenkom. Ik weet niet of dat ook een formele titel was. Maar ik heb dat niet zelf gedaan. Hè? Andere mensen noemden jou de burgemeester. Ja, het werd zo genoemd. Maar al snel wouden mensen ook een verkozen burgemeester. Dus daar werd daar weer een hele discussie. Ja, maar helemaal in de geest van de tijd. Ja, precies. Ja. Hey, het komend half uurtje gaan we terug in die tijd. Want we hebben het er samen ook wel eens over gehad. Ik vind zelf dat we eigenlijk veel te weinig doen aan onze geschiedschrijving. Je zou kunnen zeggen, we kunnen nu toch wel zeggen dat we de eerste 20 jaar hebben meegemaakt van wat een revolutionaire periode is. En niet alleen bewaren we heel slecht wat we geproduceerd hebben in die tijd. Maar ik vind eigenlijk ook dat we te weinig bewaren hoe we ernaar keken, wat we ervan vonden, et cetera. Dus als we met jou op het begin even helemaal terug in de tijd mogen gaan. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst in aanraking kwam met internet? Ja, voor mij is dat begin 1993 geweest. Dat was omdat we... Ik was toen betrokken bij, of heb toen een live magazine georganiseerd in de Bali. En een van de activiteiten was daar om iets te doen met die oorlog die in Joegoslavië aan het ontstaan was. En de enige manier om in contact te blijven met mensen in wat nu voormalig Joegoslavië was, via internet, via computertechnologie. Omdat fax en telefoon niet meer werkten. En om die reden, dus mijn eerste account was pressnow@antenna.nl. Okay. En dat was PressNow is later, die hebben we toen opgericht om onafhankelijke media in Joegoslavië te helpen. Dus begin 93. Ja, en hoe keek je, en toen je mee in aanraking kwam, dit was handig, want je kon die contacten met die mensen hebben. Wat was jouw eerste indruk? Ik was er heel erg enthousiast over. ik probeerde iedereen, zat ik op dat schermpje, dat was nog zo'n zwart-wit schermpje met een Unix-front. En ik heb me dat allemaal toen aangeleerd. Ik was gefascineerd over wat voor principes erachter zaten. Dus ik heb me toen de TCP-protocol geleerd, Unix geleerd. Maar wat ik meteen al merkte was dat om mij heen mensen dat niet konden volgen of geen zin hadden om Unix te leren. Nee, want voor mensen die dat niet gewend zijn, dat waren eigenlijk alleen letters in beeld, zeg maar. Ja, je had die Unix-prompt, die stond zo aan te staren. En dan moest je commando's intikken of Gopher of Pine of dat soort allemaal van die begrippen die je dan moest kennen. En dan kon je daar wel een e-mailprogramma mee activeren. Of je kon naar een chatprogramma of talk, een request. Dan kon je met mensen praten. Of IRC. Sommige van die dingen bestaan ook allemaal nog. En de meeste systeemadministrators die zitten nog steeds op die prompt te werken. Nu vaak een Linux-prompt, niet meer een Unix-prompt. Dus die willen niets liever dan het internet nog steeds op die manier gebruiken. Ja, dat verbaast mij eigenlijk altijd. Alles is veranderd. Komt dat? Wat hebben die mensen, wat is die liefde met de prompt? Nou, ik moet zeggen, toen de eerste World Wide Web zich aandiende en je pagina's geserveerd kreeg, vond ik dat een enorme verarming. Ja. Ik vond het heel fascinerend dat je... Nou, omdat wat je eigenlijk had met die prompt, is dat je van machine naar machine reisde. Dus je had werkelijk fysiek, bracht je iets teweeg op die machine verderop. En je was in dat systeem. En dat gevoel, dat snapte je ook. Het was een ruimtelijke ervaring. Ja, ja, ik voelde echt, in die tijd kon je vanuit Nederland niet in bepaalde systemen komen. Maar als je dan eerst naar een Scandinavisch systeem ging, vanaf die machine dan dat was een euforisch moment dat je dan iets had omzeild. Dat voelde me ook een enorme hacker op dat moment. Maar dat serveren van informatie, dan krijg je informatie weer naar je eigen scherm toe. Waarbij dat hele idee dat je gezamenlijk in een ruimte handelt, weg was. En games hebben dat wel weer een beetje teruggebracht. Hè. Virtuele omgevingen hebben dat weer een beetje teruggebracht. Maar wat ik begrijp, waarom mensen... je kan natuurlijk veel meer. Je hebt echt de hele computer tot je beschikking. Je kan alles op dat moment doen. Terwijl als je op een pagina zit, dan is dat, ja, dat is dan ook wel het raam waardoor je kijkt. Ja. En toch, je zegt van die nieuwe beperking die kwam vond je zonde, die andere wereld was je zelf aan het creëren. En toch ging jij iets creëren waarvan je vond dat het een stad moest heten. Iets wat wij al kenden. In een digitale wereld ging jij eigenlijk iets creëren. De digitale versie van iets wat we al kenden. Waarom was dat belangrijk? Ja. Nou, we waren op zoek naar een metafoor.
een groepje mensen trouwens, dus waar meerdere mensen bij betrokken. Ik weet niet of al de namen, ik vind het altijd wel leuk om namen daarbij te noemen. Maar in ieder geval Philippe Rodriguez en mensen als Geert Lovink en Geke. En nou ja, het waren een heel grote groep mensen die betrokken waren, David Garcia ook. En een van de metaforen die toen gebruikt was cyberspace natuurlijk. Maar ja, goed, dat was wel aardig, maar dat is wel gelimiteerd voor veel mensen, omdat ze daar heel weinig bij kunnen voorstellen. Ja. Een andere metafoor was de elektronische snelweg. Maar goed, daar ga je overheen, daar verblijf je niet. Daar kan je ook niks bouwen. Dat is een soort voor transport. Dus wij zochten naar een metafoor waarbij je, dat je het gevoel had dat je iets in cultuur kon brengen. Dat je iets kon maken zelf, kon creëren. En toch houvast zou bieden. En ja, op dat moment bestond die metafoor nog niet op het internet, werd nog niet gebruikt. Maar op het moment dat je daarmee ging spelen met pleinen en huizen en je kon zo ongelooflijk veel maken. En het levert zoveel fantasie op. Ja, je maakt mensen. Het tastbaar, hè? Dat is eigenlijk wat het werd ook heel begrijpelijk voor mensen. Je gaat naar het postkantoor voor je mail. Dus het was en behulpzaam en tegelijkertijd gaf het ook een enorm gebied voor mensen om op te gaan fantaseren. Ja. Hey, Frank Meuse die twittert in de studentenkamer van Ronald van Schaik, het RO, zag ik voor het eerst de digitale stad. Magisch. Ja. 20 jaar later. Weet je misschien dat voor veel mensen zo was. Had je toen in de gaten dat je voor mensen life-changing is een groot woord, maar weet je wel, magische momenten aan het creëren was? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij dat allemaal wisten. We wisten dat dit ongelooflijk belangrijk was en zou worden. En we hadden dezelfde ervaring uiteraard. Voor mij was het ook magisch. Ja. En het was vooral dat ik dacht van hoe krijg ik nou andere mensen mee? Ja. Die stonden achter mijn rug te kijken naar een scherpje. Ze begrepen gewoon niet wat dat was, wat daar gebeurde. Toen ik dacht, je moet mensen dat mee laten maken. Ik herinner mij nog, er is één moment dat ik me heel goed herinner, die begintijd van de digitale stad. Dat was nog wel, dat is niet zeg maar de vormgegeven pagina's waren. Dat er iemand was, en dat was Mieke Gerritsen, die later ook bij de VPRO veel gedaan heeft. En heb jij ook ongetwijfeld mee gewerkt. En die zei van, ik zag je net op de digitale stad. En toen dacht ik echt, fuck, hoe kan dat? Ik zit hier achter mijn computer. Iemand zag me. Dat vond ik wel. Ook wel een invloedrijk moment. Ja. Hey, het was in eerste instantie was de bedoeling dat de digitale stad er tijdelijk zou zijn. 10 weken heb ik gelezen. Ja, wat was het originele idee ervan? Wat was het doel? De eerste groep van ik wist dat niet eens, maar het staat in het parool. Het staat vandaag even voor wie hem niet koop hem nog even. Want er staat een hele spread over de geschiedenis van de digitale stad. Dus inderdaad, de gemeenteraadsverkiezingen waren de aanleiding. Ja. Hè? 94. Ja, kijk, de aanleiding was, het doel was om die technologie toe te eigenen voor het publiek domein, voor gewone mensen. Dus niet per se de hackers en de nerds. Die vonden dat eigenlijk ook allemaal maar newbies. Dus het was maar sowieso al die eigenlijk niet echt goed geïngevoerde mensen die en die ook allemaal ideeën erbij kregen van kan dit? Nee, dat kan nog niet. Dus het was een interessante dialoog die ook meteen ontstond. Maar die beweging is dat je toe-eigenen van een nieuwe technologie en het in cultuur brengen. Er een richting aan geven, meer richting aan geven. En wat een mooie aangelegenheid was de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals we dat nu ook hebben. In maart? Ja, maart verkiezingen. En dat gaf vleugels. We konden daardoor heel veel mensen vragen om mee te helpen. Mee te financieren ook in het begin. En een van de belangrijkste daden die we hebben gedaan is het hele bestuurlijke informatiesysteem van de gemeente Amsterdam online brengen. En dat is meer open data dan we nu hebben. Het was op dat moment gewoon echt rauwe data die machine leesbaar was. En nu heb je heel veel informatie van de stad online, maar allemaal als PDF. PDF's, ja. Ja, maar die niet door machines readable zijn, dus niet echt, echt open data is. Maar bij die stap is natuurlijk een hele grote stap geweest. Dat ons toevertrouwd werd. Dat is Bas Honert in die tijd geweest, die ons die hele disk meegaf. Ja. En tegelijkertijd zei ze van nou, we kunnen wel iets plaatsen waardoor iedereen een internetadres heeft. En de interne e-mailadressen werden daarmee internetadres. Oh, doe maar. Ja. Dus het is fascinerend dat zonder enig beleid en zonder enige besluitvorming men dat daar toen heeft gedaan.
Hey, als je de spread in het parool ziet, hij is om meerdere redenen. Hij is mooi en ik vind hem heel erg goed. Want wat ze heel erg goed gedaan hebben, is elementen eruit gepakt waarvan ze zeggen, dat zijn eigenlijk elementen die je nu nog ziet. En die zaten toen eigenlijk al soms in kleinere, soms in grotere vorm in die digitale stad. Hè. Zelfs ze noemen Bitcoin als vergelijking, omdat er ook een betaal... Metrocurrency was. Marktplaats ideeën zat erin verwerkt. Ze noemen Facebook, want het was natuurlijk mensen bij elkaar brengen rondom... interessegebieden, et cetera. Heb jij er altijd zo naar gekeken? Ben je nu zelf ook weer zo aan het kijken? Van wat zat er eigenlijk allemaal in wat we nu nog steeds om ons heen ervaren? Nee, ik heb me dat heel goed gerealiseerd. Dat een experimenteerplek is geweest. Waar bijna alle principes zijn uitgedacht in een hele korte tijd. En dat is niet alleen digitaal stap, maar al die aanverwante organisaties die daar toen bij betrokken waren. TV3000, beurs-tv met interactiviteit, combinaties van tv en internet. De second screen was er al. Live chatten met internet was er al. Hoorspelen, user-generated content. Het is zelfs dat ik me toen rondom de opkomst van Web 2.0 verschrikkelijk ben gaan ergeren. Omdat toen men deed alsof het toen pas social werd. Terwijl natuurlijk internet eerst een wetenschappelijk domein is geweest. Of een militair domein. Wetenschappelijk plus, niet te vergeten, ook een maatschappelijk in de zin dat het... Dat antennennetwerk waar ik net over sprak, het NGO-netwerk... Het werd al ingezet voor sociale innovatie en voor maatschappelijke innovatie. En toen kwam een hele korte periode die hackers die de eerste deuren hebben geopend voor ander publiek. Ja, en daarna was het social. Het zijn gewoon burgers en buitenlui die de eerste stappen hebben gezet om het te exploreren. Heel veel kunstenaars, heel veel mediamakers. Maar ook wat VPRO Digitaal later heeft gedaan. Of dat jaar 94, misschien ook 95. Ik denk dat bijna alle principes toen zijn uitgedacht. Ja. En later, vlak daarna, is elk van die principes weer tot een service geworden. Dus gratis internet. Wij waren de eerste met gratis internet. Dat bleek in 98 plotseling een businessmodel te zijn. Ja. Heel groot businessmodel zelfs. Ja. Maar zo is alles is vervolgens zeg maar, is tot exploitatie gebracht. Hey, moeten we niet even een klein stukje laten zien van tijd? Dat was ook leuk. We vonden in onze zoektocht ook een uitzending van Smart TV op Salto. Smart TV ook zoiets, hè? Dat was een soort dat live... Toen al. Ja, dat bestond al in 1994. Dat was een live uitzending van de openingsavond van de Digitale Stad. Er zijn vier van die uitzendingen geweest. Ja, vier zes uur achter elkaar door. Daar hebben we een klein fragmentje van. Even kijken of het lukt om hem in te starten. Frank de Graaf, ga je tussen Amsterdammers en bestuurders, tussen Amsterdammers en ambtenaren te werken aan een zo goed mogelijk bestuur van Amsterdam. Ik roep dan ook de Amsterdammers, bewoners van de digitale stad op om het debat aan te gaan. Met elkaar, met de politiek en wat mij betreft uiteindelijk ook met de wereld. Maak gebruik van uw digitale stad. Doe u er voordeel mee. Doe ons er een voordeel mee. Ik wens de Bali veel succes met het initiatief. Ik wens de digitale stad een bloeiend, rijk en vooral creatief bestaan toe. En verklaar hierbij de digitale stad Amsterdam voor je geopend. Bedankt. Mooi, hè? Het grappige is, hij stuurt op dat moment... Dat, we zien ook nog net een 20 jaar Marleen sticker daar lopen, hè, op dat podium. Ja. Ja, dat is confronterend, is dat. Nee, ik herinner mij nog dat, jij zei net in het VPRO, ik werkte destijds bij de VPRO. En in september is 20 jaar geleden dat de VPRO op internet... kon je ook een half uurtje inbellen met je modem. En dat was op een bepaalde dag, naar de 1 september zal het geweest zijn. 'S Middags zou die site live gaan. Nou, ik naar de digitale zolder daar kijken. En op een gegeven moment, ik zei, jongens, gaat er nog wat gebeuren? Ja, hij staat al live. Zei ze. En ze werkte allemaal gewoon verder. Dat was echt zonde. Dit is een beter moment. Jullie hadden er iets meer van. Ja, hier verklaarde de loco-burgemeester Frank de Grave de digitale stad officieel voor geopend. Met een bericht. Daarna heb ik hem geholpen om zijn eerste e-mail te verzenden aan Al Gore. Die op dat moment die elektronische snelweg verhaal had. Die was natuurlijk heel actief daar. En hij drukt op dat knopje en verzendt die e-mail. En meteen in het scherm is een bounce bericht. Maar dat had hij niet in de gaten. Dus dat hebben we maar zo gelaten. Dus dat hele bericht heeft Al Gore nooit bereikt. Maar niemand wist wat dat was. Dus men was nog echt... Want het is echt, op dat moment moest men nog gaan begrijpen wat het was. Ja, ik zou het leuk vinden om na afloop van Fast Moving Targets... die uitzending nog een keer integraal te herhalen op Fast Moving Targets. Kan dat? Ja, dat is zeker. Even met de zendercoördinator overleggen. Moeten we even overleggen? Ja, kan. Maar als jullie nou vannacht denken, je ligt wakker en je denkt van... goh, ik ga dat nog eens even kijken. Fastmovingtargets.nl
Dan val je ergens midden in een uitzending van 20 jaar geleden. Dus ja. Echt hartstikke leuk. We zijn dus die andere uitzendingen. Er is ook nog een documentaire van Lopende Zaken die in diezelfde periode is geschoten. En er zijn nog 3 grote uitzendingen geweest vanuit Stijm, vanuit nog andere locaties. Dus ja, we hopen dat allemaal nu online te krijgen. En je hebt de archeologische dienst van de Digitale Stad, die door Jeroen van Kan en Nina Meinhof en nu door Tjarda de Haan en een aantal andere mensen wordt gerund. En daar staan een heleboel materialen in. Ook nog veel andere videomateriaal. Misschien kun je het even laten zien. Ik heb hem voorstaan, de archeologische dienst. Het e-mailadres is re-dds.nl. Daar staan heel veel historische beelden. Heel veel linkjes van naar blogs, naar andere dingen. En helemaal eigenlijk naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor wat er 20 jaar geleden Dit is al bij het 2-jarig bestaan van de Digitale Stad realiseerden we ons dat dit historisch materiaal zou kunnen worden. En toen hebben we een freeze gemaakt. Dus is de hele Digitale Stad is toen op tape gezet en bij iemand in de kast beland. En pas afgelopen jaar, Tjarda is daar met name mee bezig geweest, hebben we alle apparatuur weer teruggevonden waarmee je die tape kan uitlezen. En nu hebben we ergens op een server een ongelofelijke bak informatie staan. Data, echt. Ja. Die vanuit, daar zijn nu ideeën over hoe je dat in een soort 4D, 4 dimensies zou moeten kunnen benaderen. Zodat je en een reconstructie hebt van de Digitale Stad uit 1996. Maar ook dat je kan tijdreizen. Dus dat je ook nog verschillende momenten in dat bestaan van de Digitale Stad kan meemaken. Wat ik me wel afvraag, Marleen, want ik zat dat net te bekijken. Misschien kun je het nog even erbij zetten. Er zit namelijk een foto op van die tapes. Ik zat te kijken wat dat is. Dat is de Compact Tape 3, ook wel de DL Tape 3 tapes genoemd. Hoe hebben jullie in godsnaam dat wat daarop stond weer tot leven gekregen? Nou, met behulp van allerlei randapparatuur die weer nodig is om dit weer tot leven te brengen. Hebben daar ook vaak over. Want het grote probleem is dat die internetgeschiedenis bestaat natuurlijk heel vaak niet meer. Ook omdat dat is in videoformaten wat niemand meer kan lezen. Dat is op besturingssystemen. We hebben dat integraal met besturingssystemen vastgelegd. Okay. Dus dat hebben we toch gezegd. We moeten die besturingssystemen mee. Maar al die besturingssystemen zijn ergens gedocumenteerd. Dus als je vaak kan je in de files zien in welk besturingssysteem het is gemaakt. En daarmee kan je zelfs ook een soort archeologische diensten, archeologie bedrijven. Ja. Want dan weet je op een gegeven moment welke file ongeveer rondom welk operating systeem. En daarmee weet je ook in welk jaartal. En dan kan je ook een soort historische lijn mee maken. Maar het is een ongelooflijke klus. En het lastige is, die archeologische dienst is al veel vroeger begonnen. En die elk jaar komt er weer een nieuwe fase, weer mensen ermee beginnen. Elke keer dat we iets vieren, dan komt er weer, gaan mensen weer samen graven. Dus over 5 jaar. Er komt steeds meer materiaal. Ja. En wat heel erg leuk is, dat het Amsterdam Museum, omdat Tjarda, die is daar ook de archivaris van digitaal erfgoed van Amsterdam. Die gaan de publieke terminals nu in een vaste collectie opnemen. En dat hele archief van de Digitale Stad. Oh, mooi. Die gaan daarbij helpen. Die publieke terminals, dat waren dus ook de eerste publieke terminals waarmee mensen in het stadhuis en in het stedelijk museum hadden dat ingezet. Dat maken met het internet. Ja. Ja. En je zei van de uitdaging in de begintijd was hoe gaan we de andere mensen het laten zien dat het waardevol is. Wat zijn voor jou daar belangrijke stappen in geweest? Hoe hebben jullie het naar een groter publiek gebracht? Was dat het visuele werd? Was dat... Dat was wel een tweede geboorte eigenlijk van de Digitale Stad. Omdat dat voor heel veel mensen dat visuele natuurlijk toch heel belangrijk was. Wat we in begintijd hebben gedaan is gewoon echt naar organisaties toe. Ik ben naar de redacties van kranten gegaan, Financieel Dagblad, NRC, Groen Amsterdammer. Die zijn toen voor het eerst online gegaan. En dat was steeds mensen binnen zo'n organisatie vinden die hier zin in hadden. En die deden dat vaak buiten het beleid om nog. Mm-hmm. Eigenlijk alle organisaties zijn er wel beleid gaan maken, zijn toen jarenlang op achterstand geweest. Dat hebben ze allemaal relatief alweer ingehaald. Maar die mensen binnen die organisatie zijn heel cruciaal geweest. En dat zie je ook later, nu nog steeds, bij elke innovatie. Is het niet de organisatie die de keuze maakt, maar de mensen daarbinnen. Ja. Hey, ik keek even op Wikipedia en daar stond, zoals je net zei, de Digitale Stad was aanvankelijk bedoeld als experiment voor 10 weken. De gemeenteraadsverkiezing van maart 1994 vormde de aanleiding.
Het experiment was onder meer gericht op het verkleinen van de kloof tussen burgers en politici. Maar dit werd geen succes, daar de politici massaal wegbleven, zegt Wikipedia. Ja, dit is Erik van der Muizenwinkel. Ik heb al vaker geprobeerd die limit van DDS te veranderen, maar dat kan helemaal niet. Want hij is daar de eigenaar van. So far voor het hele idee van de slimheid van de masses. Er zitten gewoon een paar mensen die 24 uur tijd hebben om dat te bewaken. Ja. Maar er is absoluut een stap gezet om de dialoog, politieke dialoog vorm te geven. Met het beschikbaar stellen van die bestuurlijke informatiesysteem van gemeente Amsterdam. Ik denk dat dat de grootste stap is geweest. De meest belangrijke stap tot op de dag van vandaag, denk ik, dat daarmee iets gemarkeerd is. Die discussiegroepen waren niet altijd even succesvol. En daar heb ik weinig politici in gezien. Ondanks dat de graven riep, we komen met u communiceren. En door de jaren heen heeft blijkt dat niet altijd de beste, dat je er niet veel van moet verwachten. Maar dat er een podium werd of een plek werd waar je beter geïnformeerd kon zijn dan de politici zelf, bewees zich al vrij snel. Het geeft een kraakpand, de omval. En de mensen die daarin zaten, die hadden dat bestuurlijke informatie in BISA gevonden op het internet. Die hadden alles gezocht over wat daarover bekend was. Ze hadden dus een enorme goede paper trail gevonden van wat er allemaal over gezegd was in de raad. En die kwamen zeer goed beslaagd in ijs in een raadsvergadering. En ze wisten meer dan de raadsleden tegenover wie ze zaten. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dat is voor mij een bewijs dat het betekenisvol is. Dat je die informatie, dat er een level playing field ontstaat tussen mensen die ons vertegenwoordigen en wij die vertegenwoordigd worden. Ja, ik vind dit een hele flauwe variant om de ambities van de digitaalstad waren. Dus niet alleen politiek. Het was om een civil society te creëren op het internet. Ja, dat vond je toen een heel markant moment. Als je nou 20 jaar later terugkijkt op de revolutie die je teweeg gebracht heeft, vind je dat dan nog steeds dat de grootste verworvenheid is? Dat internet de informatiepositie van burgers heeft verbeterd? Het is een strijd die voortdurend geleverd moet worden. Niet voor niks grijpen wij nu dit 20-jarig bestaan aan om te zeggen, het internet is kapot, we moeten het fixen. Ja. Wat we nu weten en wat we al eerder wisten, maar wat toen minder geloofd werd, maar wat we nu zeker weten, omdat de documenten boven water zijn, is dat het internet verzwakt wordt doordat men die macht helemaal niet uit handen wil geven. De informatiepositie wil men niet uit handen geven. Dus er is die strijd om internet vrij te hebben, open te hebben, is een permanente strijd. Bits of Freedom is er dagelijks mee bezig. En dat is maar één van de velen die dat aan het doen zijn. Ik denk dat de informatievoorziening, het handelingsperspectief dat je krijgt als individu door het gebruik van gedistribueerde technologie, dat essentieel is. Maar dat het niet een gegeven is. En dat het internet al zodanig niet goed of niet kwaad is, dat is natuurlijk ook zo lastig. Voor elk goed verhaal heb je een kwaad verhaal. In de begintijd had je Barlow van de Grateful Dead. Ja. En die had de onafhankelijkheidsverklaring. Want wij hebben niks meer met niemand meer te maken. De wereldvrede is aangebroken, we hebben internet. En ook toen al, meteen al in 1994, was het Europese verhaal. Dat waren een beetje die hippies van de valley. De techno-hippies. En meteen was het een beetje dat mopperende Europese geluid was. Nee, niet alleen met internet krijg je wereldvrede. Mm-hmm. Maar toch werd iedereen afgeschilderd als een idealist die dacht dat internet wel voldoende zou zijn. Ja. Dus ik denk dat het dat zolang maar we weten dat internet en technologie niet, en überhaupt technologie, niet neutraal is. En dat je dus heel erg je moet engageren met die technologie om te zorgen dat hij er blijft en dat hij ook doet wat je wil dat hij doet. Ja. Hey, er zat zoveel in de digitale stad waar we nu nog steeds elementen van terugzien. Hoe komt het dat de digitale stad er toch eigenlijk maar betrekkelijk kort op die manier is geweest? Waar is het fout gegaan? Ja, er zijn interessante analyses op te plegen. Ik denk dat ik ben er zelf in 1996 uitgestapt. Ik heb in 1994 naast 1993 eigenlijk hier aangebouwd, 1994, 1995 nog heel erg mee bezig geweest met digitale stad. Inmiddels was er ook een nieuwe generatie, Joost Flint, die daar ook een rol in speelde. En ik was met Caroline Nevian de Waag begonnen, ook in 1994. En dat, de gedachte daarvan was meer een plek waar je permanente innovaties kon doen vanuit sociale en politieke motieven misschien ook wel. En de combinatie kunst en technologie.
En, maar ik zag ook wel, ik merkte ook wel dat het verschrikkelijk moeilijk was om het te financieren. Dus het gratis internet was al moeilijk te financieren. Er was nog op dat moment geen business case. Je kon het doen via dus wel access tot het internet te gaan leveren. Maar dan waren we in concurrentie gekomen met AccessVol, waar we zeer loyaal aan waren. Dus we hebben eerder klanten naar AccessVol geholpen. Ja. Dan was er geen kickback, hadden we natuurlijk moeten doen. Hadden we slimmer kunnen aanpakken. Bij de diensten opleveren, dat was natuurlijk heel veel werk. En er bleef bijna geen marges over. Dus ja, wat hadden we wel kunnen doen? Of wat had Joost laten kunnen doen? Of die groep had kunnen doen? Ik denk dat het... Ik ben zelf heel ongelukkig met het feit dat de naam Digitale Stad gecommercialiseerd is. Dus ik vind het heel... Heel veel mensen, hè? Ja, dat klopt gewoon niet. Het is nu gewoon een commerciële internetaanbieder. Nou, okay, dat er een commerciële internetaanbieder uit is gekomen, vind ik prima. Daar heb ik geen probleem mee. Ik vind ook dat... maar dat die naam... Dat had een publieke naam moeten blijven. Die had in een stichting moeten blijven. En die had best dat kunnen licencieren. En er zijn modellen voor. Maar dat had slimmer gedaan. Ik ben daar zelf erg ongelukkig over geweest. Niet dat er een provider is ontstaan. Volgens mij is die ook een goede provider. En hij levert goede diensten. Er zitten ook heel veel oud-DDS mensen bij. Dus de mensen die dat nu aan het runnen zijn. Die gun ik echt dat ze een hele mooie... club hebben en dat ze goede diensten draaien. Dus dat vind ik heel vervelend. Ik heb geen zin om die mensen tegen te nemen. Want die helpen ook weer mee om de oude DDS te reconstrueren trouwens. Het zijn dezelfde mensen. Maar het is lastig. En in die tijd hebben heel veel mensen gezegd, geef ons die naam, dan gaan we als community verder. Ja, en dat is toen geblokkeerd. En ik heb als Waag nog gegeven wel de DDES. Dat was de groep die dat, Rijn de Rustema en anderen. Wat, de Digitale Echte Stad? Ze mochten dus niet DDS zijn, want hebben ze de DDES.nl was het. Of het digitale domein. En die hebben geholpen met te hosten vanuit de wagen. Dus ik heb het nog wel zelf geprobeerd ze te helpen bij dat project. Hey, de komende dagen staan er evenementen rondom het 20 jaar bestaan. Die gaan ook over het vooruitblikken. Wat zijn de problemen die we nu moeten oplossen? Nou ja, het internet is kapot. Dat is een grote uitspraak. Maar als je goed onder de motorkap kijkt van internettechnologie, dan zijn er drie redenen waarom je kan zeggen dat het totaal verzwakt is en als we niet iets doen dat we het in ieder geval niet meer kunnen gebruiken zoals we het gebruikt hebben in het verleden. Het eerste is dat alles gemonetized is. Dus eigenlijk ook echt in de systemen zelf worden dingen geblokkeerd. Er wordt voortdurend alleen maar, ook de technologie is zo aangepast dat het shareholders value prevaleert boven robuuste technologie. Je ziet ook dat de fora waar internettechnologie wordt vastgesteld, de protocollen, dat daar niet meer de publieke denkende wetenschappers zitten, maar toch dat daar allerlei belangen zitten. Het tweede is dat door surveillance, dus dat door echt letterlijk door het injecteren van malware in het systeem, in hardware, in backdoors, in protocollen, in operating systemen. Je kan het zo gek niet bedenken. Nou, je hoeft maar even naar dat laatste presentatie van Jacob Applebaum tijdens de Chaos Computer Club of Computer Conference in Hamburg. Overigens, ik was daar elke lezing liet zien dat er was, maar dat is een hele mooie compacte. Ja, dan geloof je, dan weet je dat je het internet gewoon op geen enkele manier meer kan vertrouwen. En een derde is schaal. Er is natuurlijk een zo ongelooflijke schaalsprong gekomen. En men wil heel graag dat we allemaal van het IP4 protocol naar het IP6, maar dat gaat maar heel langzaam. Dus ook daar zitten een aantal grote vraagstukken. Dus bij die laatste, dat is een kwestie van op een gegeven moment gaan mensen dat wel gebruiken als we het doorhebben. Bij die eerste twee, dat is natuurlijk echt een heel groot vraagstuk. Dus wat je ziet is dat je hebt een initiatief, wat ik wel erg vind, you broke the internet. Dus niet they broke the internet door, maar we hebben het zelf gedaan. We hebben zelf ons verlaten op gratis diensten. We zijn zelf veel te makkelijk met het geven van onze gegevens. We gebruiken geen encryptie. We zijn veel te naïef als gebruikers. We zijn ook gebruikers geworden van internet. We zijn niet meer de makers of de bewoners van dat. En we onderschatten het heeft een enorm disruptief effect. Internet heeft allerlei systemen onderuit gehaald. En er is dus ook een hele grote contra-beweging, lobbyisten die proberen ook in wetgeving op alle mogelijke manieren dat internet in controle te krijgen. Dus dat You Broke the Internet is een programma om op al die lagen aan te geven van dit zijn de bestaande technologieën. En op welke punten moeten wij dus alternatieven maken? Wat is er al? Tot en met van
operating systemen. Dus je moet geen Android en geen Apple OS op je mobiel hebben, maar je moet Ubuntu of Firefox hebben. Je moet geen gewone mail gebruiken, maar je moet encrypted mail gebruiken. Je moet dat allemaal zelf? Je moet een mailprovider dicht in de buurt. Nou, we hebben crypto parties. En, ik moet er ook aan, ja. Maar wat het grootste vraagstuk ook daar is, eigenlijk realiseer is hetzelfde moment. Als je veilig internet wil gebruiken, en dus niet zozeer, het gaat niet meer zozeer over privacy, maar over vrijheid. Dus in vrijheid internet gebruiken. Dan is dat zo complex nu. Dan moet je zo ongelooflijk veel van die technologie weten dat we nieuwe interfaces nodig hebben. Ja. We zijn eigenlijk op precies hetzelfde punt. En diezelfde slag dat encryptie gemakkelijk moet worden, dat conceptueel begrepen moet worden. Dat is dat mensen snappen dat wat er aan de hand is. Nou, die journalisten doen hun werk nu met Snowden. En mm-hmm. Ja, in Nederland mag het wel een tandje meer, vind ik. Ik vind het echt erg terughoudend wat er door de journalistiek op dit moment gebracht wordt. Politiek is totaal afwezig in de discussie. Onbegrijpelijk, maar of niet. Maar dan moeten we ons echt zorgen maken. De reden waarom Plasterk en anderen helemaal niets doen op dit vlak en zich niet uitspreken. Maar ik denk dat het eigenlijk vertrouw ik toch vooral weer op hackers en kunstenaars en ontwerpers. Nee, morgen hebben jullie een eerste dag onder dat motto, hè, van Let's Fix the Internet. Bij jullie in de Waag. Ja. Wat gaan jullie daar precies doen? Het begint om 1:00, voor wie zin heeft om langs te komen. Iedereen is welkom volgens mij. Ja. Je hoeft niet te kunnen programmeren, je hoeft geen hacker te zijn. Nee, want we hebben dus heel veel verschillende mensen nodig. Dat is, ja, maar dat wat is, gaan jullie daar doen? Hoe moet ik het voor me zien? Nou, het is een conference model. Ja. Dus er komen heel veel mensen met erg veel kennis. Althans, ik verwacht er al een stuk of 30 waarvan ik weet dat ze allemaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dus wat we gaan doen is een inventarisatie maken ter plekke in het eerste uur van welke thema's zijn er. Ja. Wie is al wat aan het doen? En dat is op technologie, maar ook op wetgeving, op kennis, op design. Er zijn heel veel thema's waar we op gaan werken. Dan gaat iedereen een paragraaf schrijven voor de roadmap. Dus een routeplan wat we nodig hebben voor de komende jaren. En dat voegen we samen. Tussen 3 en 4 wordt dat dan weer in elkaar gebracht. Okay. En dan hebben we de roadmap. Dat is allemaal heel compact, hè? Ik moet even bovenlijnen. Ja, ja. En dan hebben we, die roadmap wordt de dag daarna in Pakhuizen Zwijger gepresenteerd. Maar we hopen dat die gewoon. Al die organisaties die ook komen, gaan met elkaar dit de komende jaar doen. En na tussen 4 en 5, dan veranderen we het landschap. En dan gaan we gewoon champagne drinken. Taart eten. Een digitale stad taart opeten. En luisteren naar de mensen van de archeologische dienst en andere sterke verhalen van mensen uit het verleden. Dus dan gaan we gewoon feest vieren. Ja, ja. Eerst aan het werk en dan toch ook maar vieren dat we wel iets fantastisch met elkaar hebben gedaan. Ja, morgen 1:00 in de Waag. Voor je om 1:00 als je mee wil werken aan fictie in het internet. En kom tussen 4 en 5 als je mee wil drinken. En dan naar verhalen van het eerste uur luisteren. Ja, nou, 1:00 of 4. En de dag erna is er ook weer. Jullie kunnen vast ook bijdragen. Ja. Hey, ontzettend bedankt. En ik vind het prachtig om allemaal weer te zien, te horen en allemaal weer te herbeleven. We gaan het het komend jaar zeker vaker doen. Want net zoals je zei, het is volgens mij een heel belangrijk Zou zo'n gesprek nou voor jonge mensen ook leuk zijn? Dat wij ik zat vanochtend met iemand van Motherboard. Zo'n jonge van Motherboard die dit soort en die moet je soms voor een deel moet je zeggen van wat was het dan precies, weet je, hoe zag het er dan uit? Ja. Maar hij snapt het helemaal. Natuurlijk, ja. Het zijn de dingen waar zij zich ook mee bezighouden. Ja, maar het stuk wat je alleen steeds moet doen is zeg maar de wat voor hun normaal de stappen weer even uitleggen dat het toen niet normaal was dat je internet had. Dus wat je hier ziet en wat het doet, denk ik dat wel logisch is. Ik herinner mij altijd één voorbeeld. Ik was ooit in Turkije en toen liep ik daar rond en dan zei ik, wauw, ze hebben hier draadloos internet. Dan zei mijn zoontje, heb je dan ook internet met een draad? Dus dat soort stukjes, dat je vroeger een draad nodig had. Of dat zijn de stukken die je moet. En in die 6 uur durende, als je die volgt, die gaan we straks uitzenden. Daar zitten dus onderdelen in dat ik dan uitleg dat er al 7 modems ergens staan. Dat ding van 7 modems, wat waren dat? Dus je hoort wel aan. Daarom is toch wel, ben ik heel erg blij dat we die uitzendingen weer gevonden hebben. Ja, heel mooi. Je moet zelf ook terugreizen. Dat was anders. Ja. En als je dan je realiseert wat er in wat 20 jaar, wat een lange tijd is, maar ook een hele korte tijd is. Kort. Ja, wat er allemaal veranderd is. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Ja. En tot een volgende keer. Kijk je nu live, blijf dan kijken. Straks gaan we met Henk Blanke terug in de journalistieke internetprehistorie. En kijk je on demand, dan weet je dat we daar dat je die uitzending daar ook terug kunt vinden. We zijn er zo direct weer. Dag.